een castratie zorgt ervoor dat een reu onvruchtbaar wordt. Maar vaak wordt het gedaan om ongewenst reuïgedrag tegen te gaan. Als alternatief voor een definitieve chirurgische ingreep is een implantaat mogelijk. Daardoor wordt de productie van het hormoon testosteron voor een half jaar of een jaar stilgelegd. Chemische castratie via een vloeistofinjectie bestaat ook, maar heeft weinig invloed op de testosteronspiegel. En het werkt slechts een paar weken. Bij de traditionele vorm van castratie worden de testikels en bijballen van een reu verwijderd. Het is een optie als een reu lastig gedrag vertoont, zoals weglopen, rijden of dominantie. Dominant gedrag kan echter ook in het karakter van de hond zitten. Een operatieve castratie is een definitieve ingreep die niet terug te draaien is. Bovendien kleeft er altijd een klein risico aan een operatie. En soms heeft een castratie ongewenste effecten. De reu blijft dominant of kan zijn plas niet goed ophouden. Het voordeel van castratie via een implantaat is dat het omkeerbaar is. Het effect verdwijnt vanzelf als de behandeling niet wordt herhaald. Het is een veilige en goede optie als je eerst wil ervaren hoe de hond lichamelijk reageert op onvruchtbaarheid. Ook wie ooit wil fokken met een reu kan tijdelijk voor een implantaat kiezen. Een implantaat wordt door de dierenarts via een holle naald onder de huid gebracht. Het lijkt op het inbrengen van een chip. De stof die vrijkomt werkt in op de hersenen. De eerste paar weken wordt het hormoonstelsel gestimuleerd en kan de hond tijdelijk lastiger zijn. Daarna neemt de productie van testosteron af. Herhaling na een half jaar of een jaar is nodig om het effect te behouden.